Hij kan er geen genoeg van krijgen. Antoine Hendricks uit Os kent de beelden van de winnende race van zijn hond Szymanski al bijna uit zijn hoofd. Szymanski won afgelopen weekend de nationale titel op het NK Windhonden in Rijssen in de categorie Greyhounds. Met een topsnelheid van 80 km per uur was hij in de finale op de lange baan de andere honden te snel af. Een enorme beloning voor zijn baasje die al bijna 30 jaar bezig is met het houden en trainen van windhonden. Eindelijk een keer, gelukkig. Nou, u hoort wel aan mijn stem dat ik het al niet meer heb. Dus... Links dan schreeuwen langs ja, de kant. Ja, dat kunt u ook wel zeggen. Ja. Het is ongelooflijk wat voor adrenaline stoot dat je krijgt als je ziet dat je in de finale voorop loopt. En dan hoop je maar dat je het volhoudt tot het einde. Ja. Ja. Dan barst het helemaal los. Dan barst het helemaal los en dan, ja, ik ben een heel emotioneel type. Dan begin ik te huilen en iedereen te omhelzen. En dan krijg je het volkslied te horen en dan komt er alles door je heen. Wat je eigenlijk allemaal meegemaakt hebt en wat je ook die dag meegemaakt hebt. Ja, dat is heel speciaal en heel apart. Jelle en Jack zijn de andere windhonden in huize Hendricks. En die zijn inmiddels met pensioen. Szymanski is de racenaam van Johnny, want zo heet de nieuwe kampioen eigenlijk gewoon. Als trainer moet je van jongs af aan een goede band hebben met je hond. Daarnaast moet je ook 3 uur trainen per dag, tenminste dat doe ik. Ik wandel veel, ik laat ze af en toe een keer los op een loslooptrein of op de dreef in de hei. Maar voor de verre rest is het ook het talent die de hond moet hebben. Want ja, trainen is heel belangrijk, maar je kunt hem inderdaad niet hier op en neer door de straat laten rennen de hele tijd. Nee, dan houdt hij geen voetjes meer over. Nee, dat moet je absoluut niet doen. Dat moet echt op een veldje zijn wat echt goed is voor de hond. Trainen op een echte wedstrijdbaan zit er in Os niet meer in. Nee, niet meer. We hebben in Os wel een baan gehad op de Rusheuvel. Wat vroeger de ijsbaan was. Dan denk ik dat de meesten dat nog wel weten dat dat de windhondenbaan was. Maar helaas is dat er niet meer. Ik ben zelf lid in Zonnebreugel bij Eindhoven. En daar kunnen we elke week wel trainen als we willen. De prijzenkast van de familie Hendricks spuilt inmiddels uit. En ook in de woonkamer draait alles om de races die in de loop der jaren zijn gewonnen door de verschillende honden. De Nederlandse titel van Szymanski is wel het absolute hoogtepunt. Mooi moment om ermee te stoppen misschien. Ik heb het wel eens ooit gezegd, van ah, kampioen worden stop ik. Maar ik vind het eigenlijk zonde van mijn hondje. Die is nog maar 2,5 en hij kan nog tot zijn 5 of 6 jaar nog goed mee met de top. Dan zou het toch wel zonde zijn om dan niet meer door te gaan. En hij moet zijn titel natuurlijk nog verdedigen volgend jaar. Ja. En daarbij komt ook nog het EK, hè? Want daar mag de hond nu ook aan meedoen. Ja, nu mag hij meedoen, want hij is de eerste geworden. En de kampioen die wordt sowieso uitgenodigd om mee te doen met het EK in Versoix. Dat is nu in Versoix in Zwitserland. Dat is een hele trip. Maar ja, we gaan er wel voor natuurlijk. Rijk worden van zijn hobby, dat zal niet gaan gebeuren. Want geld is er niet te verdienen met windhondenrennen. Maar van prijzen winnen heeft Antoine Hendricks dus nog geen genoeg. In september staat het EK in Zwitserland op het programma.